Ik ga zo praten met Patrick van der Peet. Hij is een van de oprichters van horeca uitzendbureau Mise en Place. Ooit begonnen in Nederland, nu in 5 landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk. Maar hij heeft ook 2 jaar geleden zijn eigen ginmerk opgezet, wat hij hier ook verkoopt. Dus hij heeft heel veel aanrakingspunten met de Brexit en daar gaan we het dus ook over hebben. De devaluering van de pond heeft er natuurlijk voor gezorgd dat er een grotere instroom van gasten is gekomen. Omdat het was natuurlijk goedkoper om naar Londen te komen. Dus de hotels en de caterers die doen het allemaal hartstikke goed. Maar over het algemeen is het sentiment toch wel geweest dat er chaos was. En dat er heel veel onzekerheid was. En dat mensen niet helemaal wisten waar ze aan toe waren. En ik heb nog steeds het gevoel dat een sentiment is dat blijft heersen. De chaos is voorbij en nu kunnen mensen zich richten op een nieuw begin. En wat dat gaat betekenen, dat moeten we nog maar zien. Ik denk dat er tussen de 80 en 90% van alle horeca-medewerkers in de UK komen vanuit de EU of daarbuiten. Wij werken dan ook met heel veel studenten. Ik denk dat enerzijds de instroom toch wel drastisch gaat verminderen. Dat gaan we niet ontkomen. Dat hebben we nu eigenlijk al gezien. Dat heb je nu al gezien inderdaad. Je merkt dat door de devaluering van de pond er minder mensen uit Europa komen. Omdat het niet heel veel zin meer heeft voor ze. De kostenbaten die wegen niet helemaal meer lekker af tegenover elkaar. Tegelijkertijd denk ik wel dat omdat personeel zo'n lastig ding is. Dat er een hogere nood gaat ontstaan. Waarbij uiteindelijk misschien mensen en bedrijven een eerlijkere prijs gaan betalen voor het hebben van horecapersoneel. Nou, ben je ook 2 jaar geleden een ginmerk begonnen, 1689. Ja, klopt. Ja. Ja, Gin 1689. Ik ben mijn huidige businesspartner ben ik hier tegengekomen in Londen. Waarin we s'avonds laat op de bank nog aan het naborrelen waren. En toen kwam hij met het verhaal over 1689. Wat natuurlijk voor de Nederlander in de UK wel een heel interessant is. Want dat is het jaar dat koning Willem van Oranje de derde hier werd gekroond samen met zijn vrouw Queen Mary II. Ja, ik zag al, wat is het? De accijnzegels. Ja, ja, dus klopt. Dat gaat wel echt veranderen. Ja, dat klopt. Wij zijn nu sinds een goede 6 maanden zijn wij gelanceerd in de United Kingdom. Wat wel een hele competitieve markt is voor de gin. Wij noemen het altijd de Champions League voor de ginmakers. Dat lukt aardig. Natuurlijk is er heel veel concurrentie. En voor ons wordt het wel straks moeilijker om als Nederlands merk hier in de UK te gaan komen. En dat heeft een impact op de prijs. Want je importeert het uit Nederland. Ja, klopt. Ja, in Schiedam wordt het geproduceerd. Het kost al meer geld om deze fles hier in de UK te hebben in vergelijking tot een UK brand. En dat zal waarschijnlijk meer gaan worden. Dus deze merken die zullen wat meer met een premium verkocht worden. Wat waarschijnlijk wel lastig gaat worden. Dat betekent dat de oplages misschien wat minder gaan worden. De prijs gaat omhoog. We moeten het gaan zien. Het is een hele interessante waar we naar uit gaan kijken. Tegelijkertijd denk ik wel dat de UK niet alleen maar Engelse producten zal nuttigen. En dat ze altijd wel op zoek zullen gaan voor iets nieuws, voor iets onbekends, voor iets premiums. Voor iets wat een mooi verhaal is, een mooie verpakking en natuurlijk ook een mooi product is.